Ja, ik realiseerde het pas deze week, maar Albert Verlinde is nu echt weg bij RTL Boulevard. De roddelkoning is niet meer. Lang leven koning Bo en zijn kompanen. Mooi nieuw zonnig decoortje en ze zouden wat minder vals worden. Maar dit vroeg Frank Dane aan Max Verstappen. Jij moet op het circuit minstens zoveel rubber verslijten als in bed. Hoe is het met de meisjes? Minstens zoveel rubber op het circuit als in bed verslijten. Ach ja, en dat aan die puber. Stoer hoor, zo'n jongen van 18 vragen naar zijn seksleven is als Mark Rutte vragen naar zijn seksleven. Niet doen, kom op nou. Max geeft keurig antwoord, maar goed, Frank Dane blijft natuurlijk wel de broer van Robert Jensen. Ja, maar daar ben ik echt niet mee bezig. Ik ben pas 18, dus ik heb nog zoveel voor me, dat komt wel. Ja, maar dan wil je niet meer, joh. Dan werkt het allemaal niet meer. Nu neuken, Max, anders werkt het niet meer. Nou, dat was weer een diepte-interviewtje, Boulevard. Maar mocht je de valse Albert echt een beetje missen, ik heb een goed alternatief. Jan Uriot van Privé op Telegraaf.nl heeft zelfs dezelfde kapper als Albert, de belichaming van het begrip valse nicht. Wat een naar varken. Kijk, dit is de structuur. Eerst zet je wat meelijwekkend drama neer, zoals bij actrice, goede actrice Jelka van Houten, de zus van Caries. Jan Uriot is hier. Jan, ze gaat scheiden. Ja, Mark, en ze hebben al zo'n rotjaar achter de rug. In ieder geval, vader is hun ontvallen, hè, van Caries en van Jelka van Houten. Jelka gaat inderdaad scheiden en ten gevolge daarvan moet er een huis verkocht worden. Dat is natuurlijk ontzettend triest. Vader dood, huwelijk kapot, huis verkopen. Jan vindt het triest en fijnst wat medeleven. Maar de zin erna over de ex van Jelka is meteen alweer wat joliger. Ze gaat scheiden van Koppen Koppenschaar. Dat is een oud-collega van Takke Takkema. Ja, ik krijg het niet anders voor elkaar. Oh, wat een ellende, maar wat een malle naam. En Jan heeft meer info over de ex. Hij is tegenwoordig, meen ik, leraar en hij zit ook in een band. Ik moet even kijken, Starcrossed and Easy heet de band. Jelka's ex-man heeft dus een band, maar hier wordt de gifbeker langzaam opgepakt. Ik heb alle cd's in huis, dat begrijp je wel. Vrouw kwijt, huis kwijt, schoonvader dood en dan pist Jan van Privé ook nog even over je bandje heen. Maar ook het te verkopen huis op Funda wordt even vakkundig neergehaald. Dat is dit huis. We hebben het over het middenhuis, hè, waar we niet tegenaan kijken. Mm-hmm. Het staat niet in Almere, het staat niet in Lelystad, maar het staat in Amsterdam-Noord. Niks mis met Amsterdam-Noord natuurlijk. Nee, maar Jan vindt het meer een rijtjeshuis als Almere of Lelystad. Amsterdam-Noord, nou ja, vooruit. Want ik zou voor dit huis, nou, dat schat ik in op 235.000 euro. Nou, dat vind ik nog misschien te veel, maar dat zou kunnen. Nee, Jelka heeft daar in 2012 €400.000 voor betaald. Goeiedag. Dat is natuurlijk heel veel geld. Een lelijk huis dus voor veel te veel geld. Maar dan gaan ze via Funda ook nog even binnenkijken bij Jelka. We gaan even binnen gaan kijken, ja. Nou, we zien hier een huiskamer met een open keuken. Er wordt flink gemusiceerd, dat zie je. Maar ook daar in huis heeft het duo naar en vals wat gevonden. Ik heb wel trouwens op een aantal foto's een aantal flinke lelijke butsen in muren gezien en beschadigingen. Moet even weggewerkt worden, komt waarschijnlijk door de jonge kinderen. Hoppa, zelfs de jonge kinderen worden niet gespaard. Maar hij is nog niet klaar. Hier zien we een kinderkamer. Heel vreemd, want volgens mij is de jongste 7 jaar oud en die zou dan nog in een wiegje liggen. Ik weet niet hoe het zit, maar is misschien klein voor zijn leeftijd. Dat zou kunnen, inderdaad. Ja, leuk. Het jongste kind van Jelka wordt ook nog even meegemaaid. Maar het is de heren nog niet genoeg. Is er niet nog een enkel engel te bedenken die het voor Jelka nog nader maakt? Nou, laat dat maar in Jan over. Maar dan heb je een zus die toch behoorlijk goed in de slappe was zit. Ja. Caries, volgens de verhalen heeft zij $2 miljoen binnengeharkt met Game of Thrones. Dan denk je, nou, met die $10 miljoen haal je zuster toch die ga je even helpen met die €400.000 natuurlijk. Tuurlijk, haar zus Caries wordt ook nog even als gierige slechte zus weggezet. Ja, lekker Jantje, hup. En als laatste dolk in de rug vraagt hij zich af waarom de man van Caries, Guy Pearce, nooit in het huis van Jelka is geweest. Of dat Caries zich een beetje schaamt voor het lelijke huis van Jelke van Hout in Amsterdam-Noord. Maar het zou maar zomaar eens kunnen. Nou ja, bedankt voor deze heldere analyse. Dank. Ja, dank voor je heldere analyse. En Hitler, dat was ook een kunstenaar. Privé mensen van Telegraaf.nl, wat een ratten. Ga zelf even kijken, ja, of gewoon niet.